Oké. Goed, ik ben dus Hendrik Smit. Hallo. Vanwege een vraag van een kijker gaan we vandaag pizzabodems pakken. Ingrediënten. Bloem, ongeveer 1 kilo. En dan liefst speldbloem, want dat is gezonder dan tarwe. Er is een hoop over te doen de laatste tijd. Dan een goed soort water. Echte gist, dus van die kleiachtige gist, dus niet het droge spul. Goed zout, Keltisch zout, Himalaya zout of een ander echt zeezout. En dan iets van 1/2 wijnglas aan olijfolie. Voorbewerking. The good news is that the original... Doe zout in je water voor de gistcellen. Maak het 1/2 liter water en nog een klein beetje extra voor de gist handwarm. En voeg de gist dan aan dat kleine beetje water toe. Met een schepje vitamine C en een schepje bruine suiker of rietsuiker of zo. Vinden ze leuk, de gistcellen. Meng het dan en voeg nog wat bloem toe, zodat die gistcellen alvast kunnen wennen. Dan is de bedoeling dat de gist ook echt tot leven komt. Want anders ben je met dood deeg bezig. Dat is zonde. Dan neem je 1 kilo bloem, spelbloem dus. En dan voeg je 1 flinke scheut olijfolie aan toe. Dan is vervolgens de bedoeling dat je de gist toevoegt, alles uit het bakje, met de rest van het water, dus ook het 1/2 liter. Dan ga je met de hand kneden. De hele boel mengen eerst. En dan handmatig 12 minuten of zo kneden. Gebruik geen keukenmachines. Daarmee maak je de eiwitstrengen in het deeg kapot. En die maken dan net de kwaliteit van je deeg. Het is gewoon handwerk. Telkens oprollen, uitduwen en nog een keer oprollen. En tussendoor bloem toevoegen om het deeg niet te plakkerig te krijgen. Zodat het wel handelbaar is. Tot je uiteindelijk een flinke bal hebt gevormd. En die bal die gaat in een kom met een doek eroverheen om voor 1/2 uur te laten rijzen op een warme plek. Na het rijzen heb je een flink grote bol gekregen. Die moet nog even geëgaliseerd worden of gehomogeniseerd. Dat doen we door even te kneden. Niet zo lang als daarvoor. Geen 12 minuten, maar 1 minuut of 2. Handmatig, zelfde routine. Oprollen en aanduwen. En weer oprollen. Zojuist. Nou, dan op een gegeven moment gaan we bollen maken van 170 tot 200 gram. Even door de bloem halen. Die verzamelen we in een schaal. Door de bloem gaan ze niet plakken. Dan op een bebloemde onderbodem worden de bollen eerst even een soort schijf gemaakt. En vervolgens met de deegroller tot een hele pizza uitgerold te worden. Handwerk. Tussendoor even bebloemen. Om te voorkomen dat het gaat plakken. En uiteindelijk maak je zo een hele stapel. You think he knows the answer? Sure he does.
Als je een hele stapel pizzabodems hebt, dan draai je die in zijn geheel om. Om de bodem die het langst heeft nagerezen als eerste te bakken. Voor te bakken. Voorbakken. Beprik de bodem met een vork om te voorkomen dat er luchtbellen ontstaan. En doe het dan in een oven bij 250 graden of zo. Voor 5 minuten. Na 5 minuten haal je de bodem uit de oven en is het gistproces stilgelegd. Laat je de pizzabodem even uitdampen op een rooster boven de gootsteen of zo. En zo vorm je een hele stapel, in dit geval van 11 pizzabodems. Dit is dus het geheim om dus dunne, krokante pizzabodems te maken. Veel succes!